Je hebt net de eindtoets gemaakt. Ja. Ging die een beetje goed? Ja, ik vond het niet heel moeilijk. Ik vond de vraag wel... ik vond het wel te doen. Was het een beetje wat je ervan verwacht had? Ja, ik vond het nog wel eigenlijk iets makkelijker. Want ik had wel gedacht dat het iets moeilijker was. Ja, ik was niet heel erg zenuwachtig, maar het was wel een beetje spannend. Heb je er wel van kunnen slapen? Ja, dat wel. Sommige vragen waren moeilijk, maar sommige vragen wist ik wel. Ik had wel verwacht dat die wat pittiger zou zijn, maar het ging voor mijn gevoel best wel goed. De toets is dit jaar anders dan voorgaande jaren. In plaats van de CITO-toets heet het nu de centrale eindtoets. En die is voortaan verplicht op alle basisscholen. Een ander verschil is dat de uitslag van de toets minder zwaar weegt dan het advies van de leraar. Dat vind ik juist het allerbeste eigenlijk aan de hele ontwikkeling. Een toets zegt iets, is absoluut een meetmoment. Maar ik vind de kennis over een kind, wat de leerkrachten hebben en de intern begeleider en de voorgaande leerkrachten, dat vind ik veel belangrijker en meer zeggen dan de toets zelf. Ook weten de leerlingen al naar welke school ze gaan, omdat ze zich daar vooral hebben ingeschreven. Dus doen ze dan nog wel hun best? We merken wel dat kinderen nog steeds serieus hun best doen en het goed willen doen. En er zit misschien bij sommige kinderen wat minder spanning op. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. Ik snap wel waarom je die toets nog moet maken. Want dan kan je school ook zien of ze een goede keuze hebben gemaakt. Of ze de leerling goed hebben aangesteld. Of ze hem wel of niet hadden moeten aannemen. Toen ik dat vorig jaar hoorde, toen dacht ik van... Vond ik eigenlijk niet zo'n slim plan. Maar nu denk ik van, ik vind het eigenlijk wel fijn. En waarom is dat fijner dan? Nou, als jij heel zenuwachtig bent en dan scoor je minder terwijl je veel meer kan. Ja, dan... Kan het zijn dat je dan een lager niveau gaat doen terwijl je veel hoger kan? Ik vind het niet leuk om toetsen te maken, maar ja. Je hebt wel je best gedaan. Ja, dat heb ik wel best gedaan, ja. De eindtoets duurt nog tot en met donderdag.